We zijn vandaag bij Tivoli Vredenburg in Utrecht, bij het Bisocial Event XL. We hebben hele grote ambities op het gebied van duurzaamheid. En de vraag is, waar moet je beginnen? Wat zijn de best practices? Bij wie moet je terecht? En dan zijn dit soort bijeenkomsten bijzonder nuttig. Het algemene doel is dat wij als maatschappij zijnde gewoon wat duurzamer bezig gaan zijn. In de breedste zin van het woord op het gebied van arbeidsparticipatie, tot het milieu, het klimaat, alles wat je maar kan bedenken. Dus dat je bewust bent van sociaal inkopen en van duurzaamheid. En het lokale aspect speelt dan natuurlijk ook een grote rol. Van ja, hoe dichterbij huis je iets kan inkopen, hoe beter. Het is super inspirerend altijd. Er zijn altijd weer nieuwe sociaal ondernemers waarvan je denkt, hey, wat een leuk product of diensten. Die hebben zich ook weer een markt veroverd. Bij alles kan je stilstaan van, hey, hoe kan ik met de inkoop van dit product toch een maatschappelijke impact maken. Ik ga gewoon terug naar huis waarvan ik denk, oh, daar ga ik morgen, misschien volgende week met mijn collega's van, jongens, geef deze persoon even een kwartiertje tijd om haar of zijn verhaal te vertellen in de hoop een deal te gaan sluiten. Nou, wat ik vandaag heb opgestoken bij deze bijeenkomst is dat ik een hoop nuttige ideeën en contacten heb opgedaan die het begin zullen zijn, denk ik, van een hoop vervolgafspraken en acties. Ik vond het een erg leuke dag. Ik had niet verwacht dat er zoveel inkopende organisaties, ook grote inkopende organisaties aanwezig zouden zijn, die ook echt daadwerkelijk intrinsiek gemotiveerd zijn om wat te gaan doen. Dus dat vond ik heel tof om te zien. En wat ik meeneem is dat, dat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn, ook in samenwerking. Ik heb ook veel gezien dat er ook, sociale ondernemers zijn die ook veel samenwerken. Ik denk dat ik daar ook meer mee zou kunnen gaan doen.